Schapen lekker aan het grazen, ook bij het warme weer. Dat gaat gewoon door, Daphne? Ja, dat gaat gewoon door, want ze moeten elke dag eten. Maar hoe gaat het dan hier met dit warme weer? Hebben de schapen er veel onder te lijden? Ze hebben er wel last van, inderdaad. Maar daarom gaan we dus heel vroeg op pad. We beginnen om 5 uur al. En ja, ze moeten 8 uur grazen. Dus dat is best wel... Dan kunnen we ongeveer tot 1 uur grazen als het lukt. En mocht dat niet lukken, dan zouden we nog in de avonduren kunnen grazen. Of we zetten ze in een afgerasterd stukje. Ja, want we staan nu op een mooie plek op de Elspeetse Heide. Is het nou dat je elke dag die tour maakt van de schaapskooi hier naartoe? Nee hoor, dat doen we niet. Dat is eigenlijk wat te ver lopen. In de zin van, het kost eigenlijk te veel tijd op een dag. De schapen hebben echt 8 uur nodig om te grazen. En als we dan ook nog naar de schaapskooi lopen, ja, dan worden het hele lange dagen. En de dag is voor mij sowieso wel lang genoeg. En met allerlei andere dingen nog die ik te doen heb naast het hoeden van de kudde. En we hebben hier hele mooie nachtverblijven waar de schapen veilig voor de wolf staan. Ja, maar dat is pas aangepast, hè, voor de bescherming voor de wolven. Merk je dat het werkt en loopt de wolf hier dan ook echt? Ja, vorig jaar hebben we samen met Wolffencing de kralen aangepast. Want toen was eigenlijk bekend dat de wolf hier liep. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Maar vorig jaar in november toen vond ik hier op deze hei een wolvendrol. Dus eigenlijk heel dichtbij waar we hier staan. En ook nog op andere plekken zijn wolvendrollen gevonden. En die zijn dus onderzocht op DNA en bleek dus echt dat het een wolf was. Dus de wolven kunnen nu eigenlijk jouw kudde eigenlijk op een veilige manier overnachten en hier verblijven? Klopt, ja. Hoe gaat het verder met de activiteiten? Want alles ligt stil bij de schaapskooi. Komt dat weer langzaam op gang? Ja, het komt weer langzaam op gang. Want in juli gaan we wel weer activiteiten organiseren. We gaan knapzaktochten organiseren. Volle maanwandeling. En een workshop mondharp bij de schapen. Gaat ook nog plaatsvinden. Dus er komen gewoon weer dingen op gang. En dat moet ook gewoon kunnen. We zijn in de buitenlicht. En iedereen kan dus makkelijk genoeg afstand van elkaar houden. En ik denk ook wel dat mensen behoefte hebben om gewoon fijn even erop uit te zijn. Dat denk ik ook. Het mondharp, wat is dat? Ja, dat is een heel klein instrumentje. En ik moet er zelf eigenlijk ook nog les in krijgen. Dus ik kan er nog niet zo heel veel over vertellen. Maar het is in ieder geval iets wat je, een soort instrumentje wat je in je mond moet stoppen. En dan komt er gewoon een heel mooi geluid. En het is heel rustig en zachte muziek. Dus heel gepast om in een natuurgebied te doen.